De brandweer heeft vanmiddag in het kanaal te vergeefs gezocht naar Peter Basca. De 32-jarige Eindhovenaar wordt sinds zaterdagavond vermist na een avondje stappen. Zaterdagavond vertrok Basca in zijn eentje te voet naar huis vanaf het straatum Maar zondagavond meldde zijn huisgenoot dat hij niet was thuisgekomen. Inmiddels heeft de politie ook de kamer van Basca doorzocht, maar daar werden ook geen aanwijzingen gevonden over waar hij kan zijn.